Dan komen we natuurlijk nog even terug op Tara Sink Pharma. Heel veel hoeven we niet meer te zeggen over wat inmiddels de affaire Sink Pharma is gaan heten. De media hebben de zaak in de afgelopen 7 weken immers uit een treuren behandeld. Daarom zetten we alleen even kort de allerbelangrijkste feiten op een rij. Volgens onze bronnen zou Sink Pharma haar ziekte simuleren vanwege een ziekelijke behoefte aan aandacht en de wens om de aandacht juist af te leiden van de financiële puinhoop die ze had gecreëerd. Want dat laatste had ze. Niet voor niets was al 4 keer beslag gelegd op haar huis. Bovendien had ze de Ninash Foundation, een stichting die goede doelen in India financiert, jaarlijks $250.000 beloofd. Op basis van die belofte waren al diverse projecten opgestart. Maar het geld kwam nooit. All the money she promised that her family might be able to give through her foundation, not a single cent has come from there. The only money which we got was from an elementary school from Holland. Great children, generous children. They raised $412. Onze bronnen, die zeiden dat Tara niet ziek was, droegen daar zoveel argumenten voor aan dat we er niet omheen konden. Sink Pharma zou bijvoorbeeld gelogen hebben over de artsen die haar behandelden. Ik heb Tara ook eens gevraagd. Tara, wie zijn jouw behandelende artsen? Ik vroeg dat namens een ziek familielid. Toen heeft ze 3 artsen genoemd. Aan mij. Dat heeft ze ook herhaald waar iemand anders bij was. En toen bleek bij een navraag dat van de 3 artsen die zij noemde, dat er 2 niet bestonden. En dat de derde van niks wist. En zo waren er nog veel meer belastende feiten. Ook eigen onderzoek van Opgelicht leverde opmerkelijke zaken op. Zo verklaarde Sink Pharma dat ze werd behandeld in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Maar toen we dat ziekenhuis belden, kregen we het volgende te horen. Pharma, ik heb hier geen pharma. Voor vandaag. Wat raar, ze zou nee, überhaupt niet in het systeem heb ik hier iets staan. Ik zat te denken, misschien mevrouw, op Sink Pharma. Sink Pharma? S-I-N-G-H. Nee, zit ook niet in het systeem. We deden er alles aan om een weerwoord van Tara Sink Pharma te krijgen. Maar we werden, meestal door haar familieleden, stelselmatig afgescheept en voorgelogen. Ze is naar het ziekenhuis gegaan en verder weet ik niks. Maar over wat ging het ook weer precies? Als ze er goed voelt en in staat is te praten. Want ja, momenten dat ze dan in coma raakt en zo. Ja. Dan moet u niet komen. Want dan, ze raakt echt heel coma, ja. Ja, dan gaat het niet lukken. Tara Sink Pharma zelf weigerde pertinent ons te woord te staan. En waarom ze dat zo halsstarrig weigerde, werd al snel duidelijk. Onze uitzending bracht namelijk een sneeuwbal aan het rollen die al snel niet meer te stoppen was en die er uiteindelijk toe zou leiden dat de hele waarheid naar buiten kwam. Op zondag 22 juli, 2 dagen na de uitzending, erkent GroenLinks-fractieleider Paul Rozemuller dat er geen bewijzen zijn voor de terminale ziekte van Sink Pharma. Na de uitzending heeft hij haar gevraagd de namen van haar artsen te noemen. Maar degene die ze noemde wisten niets van haar ziekte af. Rozemuller verklaart dat ze geestelijk wel erg in de war is. Daarmee lijkt er onverwacht snel duidelijkheid gekomen. De voorman van GroenLinks verlaat het land voor een lange vakantie. Hij laat nog wel even weten dat zijn partij niet verantwoordelijk is voor de financiële ellende die het oud-Kamerlid heeft aangericht. Maar Sink Pharma en haar advocaat willen van geen wijken weten. Ze houden vol dat ze terminaal ziek is. Maar dat ze kanker zou hebben, heeft ze nooit gezegd. Mevrouw Pharma heeft altijd gezegd, ik ben terminaal ziek. Ik leid aan een levensbedreigende ziekte. Om die reden heb ik mij teruggetrokken uit het parlement. Daar staat geen enkele andere bedoeling bij. Zij heeft dat gewoon zo verklaard. Ze heeft die ziekte niet aangeduid. Ze heeft dat niet aan publiek gemaakt. Ze heeft altijd gezegd van, ik leid aan een ziekte die terminaal is. En wat mij rest is, met die ziekte mijn dagen door te komen. Zij stelt dat door derden naar voren is gebracht dat het kanker is. Waar het woord kanker naar voren is gebracht, heeft zij dat nog ontkend, nog bevestigd. Ja. Omdat zij daarover niks wil uitlaten.
Niemand gaat daar serieus op in. De Volkskrant schrijft bijvoorbeeld... Alleen Tara Singh Varma gelooft nog dat ze ongeneeslijk ziek is. De rest van het land vraagt zich verbijsterd af... wat de politica ertoe bewogen heeft haar eigen dood voor te wenden. Tegelijkertijd geeft Tara Singh Varma tegenover migrantentelevisie zelf commentaar. Later zal overigens blijken dat de opname al bijna een week oud is. Ik ben gewoon ziek. En ik woon in een vrij land. En als patiënten ziek zijn, hebben ze bescherming. Ik heb een advocaat. En als ik ziek ben, dan wil ik ziek zijn. In alle rust. En als mensen je niet gunnen om in alle rust ziek te zijn, dan moeten ze dat zelf weten. En het enige wat ik doe is bidden en hopen dat ik gewoon... Ik kan niet meer, hoor. Bidden en hopen dat... Dat wat? Dat ik gewoon bij mijn verstand blijf. In het Algemeen Dagblad wordt nu ook in twijfel getrokken of Singh Varma in 1996 wel echt is bedreigd door extreem rechts. Oud-politievoorlichter Klaas Wilting verklaart dat daar nooit enig bewijs voor is gevonden. Een paar dagen later, weer een financieel schandaal. De Belastingdienst heeft voor de tweede keer in korte tijd beslag gelegd op het huis van Singh Varma. En op onze redactie komt een opmerkelijke mail binnen van een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank. Singh Varma zou eind jaren 70, dus nog voor haar politieke carrière, als hoofdkassier bij die bank hebben gewerkt en zijn ontslagen wegens diefstal. Ook een tweede bron bevestigt dat verhaal. Na langdurig onderzoek bleek mevrouw Varma schuldig aan diefstal uit de kas. Het heeft mij altijd verbaasd dat zo'n persoon in de politiek kan komen en zelfs Kamerlid kan worden. En begin jaren 80 is Singh Varma actief geweest als penningmeester van een Amsterdamse toneelvereniging. Ook daar verdween geld, 3500 gulden. Toen de mensen van de vereniging bij haar thuis langskwamen om haar ter verantwoording te roepen, speelde zich een tafereel af dat al erg deed denken aan wat zich 20 jaar later zou afspelen. Ze lag op de bank en klaagde dat ze doodziek was en bloedingen had. Toen we over het zoekgeraakte geld begonnen, maakte ze een hoop stennis. En zei ze dat we haar met rust moesten laten. Op 3 augustus zegt Singh Varma ineens dat haar familie wel geld heeft overgemaakt naar India. Maar dat zou gebeurd zijn onder een andere naam. Welke, dat mogen we niet weten. Het lijkt het zoveelste rookgordijn. Voor de Ninash Foundation, die toch echt nog geen cent heeft gezien, heeft het spel lang genoeg geduurd. De stichting doet aangifte tegen Singh Varma wegens oplichting, smaad en laster. Op 20 augustus is Rosemuller terug in het land. In enkele tv-programma's geeft hij na een maand commentaar op wat dan de affaire Singh Varma is gaan heten. Er is nooit iemand geweest tot mij, collega's van u van het Algemeen Dagblad, die waren de eerste die mij rechtstreeks benaderden en zeiden dat zij informatie. Dat was de eerste keer dat u daarvan hoorde? Dat is de eerste keer dat ik daar rechtstreeks over benaderd ben. Maar u had al eerder geruchten? Via het circuit, indirect. Maar wat heeft u met uw geruchten gedaan? Die heb ik terzijde geschoven. Een collega die zegt dat ze terminaal ziek is, die kanker heeft, die nog een aantal maanden te leven heeft, waarbij een aantal geruchten komen van mensen die op een bepaalde manier in een financiële relatie tot haar staan, maar die zich niet tot mij wenden of andere mensen uit de partij of de partijtop, zo u wilt. In een situatie waarin ik heel essentiële zaken met haar bespreek. Ja, ik bedoel, voor die geruchten is bij mij geen ruimte. Voor feiten is bij mij ruimte. En daarom vond ik nog wel één ding missen in het filmpje.
Dat was namelijk dat de TROS kwam met de mededeling... zij is geen patiënt bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Goed, gaan we het zo over hebben. Besproken. Kort en goed, u voelde zich, lijkt mij om het plat te zeggen, belazerd. Kijk, ik ben belazerd. En eindelijk gaat ook de laatste persoon die nog volhield dat Tara Singh Varma stervende is, overstag. Via haar advocaat laat Singh Varma weten dat ze inderdaad niet terminaal is. Ze heeft zich vergist. Een verwaarloosde suikerziekte en een slecht werkende schildklier heeft ze per ongeluk aangezien voor iets ergers. Op 30 augustus maakt Van Lanschot Bankiers bekend dat het huis van Singh Varma op 8 oktober zal worden geveild. Ze staat inmiddels 4,5 ton rood. Volgens haar advocaat hebben de dames die haar in opgelicht zwart maakten... de pasjes van Singh Varma gebruikt en het geld verduisterd. Aan Singh Varma zelf ligt het natuurlijk weer niet. En zo eindigt de zaak Singh Varma vooral als een trieste affaire. De problemen in India zijn groot... en de Nederlandse schuldeisers krijgen hun geld nog steeds niet. Paul Rozemuller zit met de affaire in zijn maag. Hij wist er niets van en voelt zich ook belazerd. Tara Singh Varma en haar advocaat houden vol dat ze zich alleen vergist heeft in haar ziekte. Dat ze geen kwade bedoelingen heeft gehad en dat ze zich niet heeft verrijkt. En zo wast iedereen zijn handen in onschuld. Maar of dat nou helemaal terecht is... Neem GroenLinks. Paul Rozemuller wist naar eigen zeggen tot mei van dit jaar eigenlijk niets van leugens over de terminale ziekte. Niemand heeft rechtstreeks iets uitgesproken tegenover GroenLinks. Maar dat is niet waar. Er zijn meerdere bronnen die zich eerder bij GroenLinks hebben gemeld over financiële problemen, maar ook over Tara Singh Varma's ziekte. Rozemuller zegt bovendien dat hij niet was voorbereid op de feiten die wij op 20 juli lieten zien. Dat kan zijn, maar aan ons was dat niet te wijten. Voor de uitzending stuurden we maar liefst 4 faxen aan Rozemuller. Daarin drongen we aan op een kort gesprek zonder camera's. Maar dat kwam er niet. Rozemuller liet het contact over aan zijn voorlichter. Zelfs als we 4 keer hebben geprobeerd hem te spreken te krijgen. Het maakt allemaal niets uit. In een korte fax laat de fractieleider weten dat de financiële kwesties van persoonlijke aard zijn waar GroenLinks buiten staat. En met ons praten over andere zaken vindt Rozemuller absoluut niet nodig. En dan is er nog de hoofdpersoon zelf, Tara Singh Varma. Die zich in wel heel vreemde bochten heeft gewrongen, daarin steeds bijgestaan door haar advocaat, meester Dalgan Jansing. Op 20 juli probeerde die de uitzending nog te voorkomen, omdat onze feiten niet zouden kloppen. Opmerkelijk. Hoe kon hij nu al voor de uitzending weten welke feiten we in die uitzending zouden presenteren? Na de uitzending hield Dalgan Jansing vol dat zijn cliënte terminaal ziek was. Maar dat het om kanker ging, was een groot misverstand. Ze heeft die ziekte niet aangeduid. Vreemd. In allerlei interviews heeft Singh Varma het wel degelijk over kanker gehad. Allemaal verkeerd geïnterpreteerd door journalisten? Luister dan naar dit fragment van een interview dat Singh Varma een week voor haar ontmaskering gaf en waarvan wij een tape in handen kregen. Wat is er dan gebeurd? Want er is kanker geconstateerd. Ja. Nou, dan wordt je gewoon is geconstateerd. Je medicijnen zijn samengesteld. Ik heb ook chemotherapie gehad. Maar wat voor mij niet werkte, omdat ik er veel zieker van werd. Dus ik heb zoiets van, het is voor mij niet, ik wil dat dus niet. Onzin dus. Dat ziet het oud-Kamerlid blijkbaar ook in, want vervolgens heeft ze, volgens haar advocaat, ineens last van een posttraumatisch stresssyndroom. Veroorzaakt door de bedreigingen van extreem rechts en de teleurstellende uitslag van de Bijlmer-enquête. Een psychiater zou dat hebben vastgesteld. Dat is op zijn minst ook twijfelachtig. De bedreigingen, als die er al geweest zijn, dateren van 1996. En wie de psychiater is die deze diagnose heeft gesteld, wil de advocaat niet zeggen.
Een paar weken later komt een derde lezing. Nu zou Singh Varma zich gewoon hebben vergist en de gevolgen van onder andere haar suikerziekte hebben aangezien voor kanker. Maar het lijkt de zoveelste uitvlucht. Tara Singh Varma heeft immers niet alleen gezegd dat ze kanker had. Ze heeft er een complete ziektegeschiedenis bij verzonnen. Inclusief kankerspecialisten, chemotherapieën en bestralingen. Dat dat allemaal vergissingen zijn, lijkt erg onwaarschijnlijk. Bij mij in de studio zitten Mala Keshundayal en Paul Rozemuller, fractieleider van GroenLinks. Mala was degene die zich als allereerste bij ons meldde met de mededeling dat Tara Singh Varma geen kanker had. En die in onze uitzending onherkenbaar was gemaakt. Mevrouw Keshundayal, afgelopen zaterdag verschenen er publicaties dat er inmiddels beslag is gelegd op het appartement van Tara Singh Varma. Dat ze meer dan 4 ton schuld heeft. En de advocaat van Tara Singh Varma heeft gezegd dat de dames die in het TROS-programma opgelicht mijn cliënten zwart gemaakt hebben, die bankpasjes en creditcards zouden hebben gebruikt. U was een van die dames. Ja, moet ik daar nu nog op ingaan? Het is natuurlijk allemaal zo banaal. Maar omdat u het vraagt. Sowieso heb ik haar vanaf augustus vorig jaar, toen ik echt het contact heb verbroken, omdat ik vanaf dag 1 wist dat het niet waar was. Heb ik geen gebruik kunnen maken van haar pasjes, zo ze die zelfs beschikbaar zou stellen. Ze heeft zichzelf op een gegeven moment nu tegengesproken. Want een van de eerste uitspraken is, er zijn 2 dingen die ik niet prijsgeef en dat zijn mijn medisch dossier en mijn bankpas. En zo ze dat wel gedaan zou hebben, vind ik het erg dom. Ja, het is wel een nare beschuldiging aan uw adres. Even. Ja, maar ik kan daar niet van wakker liggen. Nee. Meneer Rozemuller, u heeft uiteraard de affaire gevolgd. We hebben in juli heel vaak gevraagd of we met u konden praten. Niet eens zozeer met een camera erbij, maar gewoon eens met u praten. En dat is niet gelukt. Waarom bent u daar toen niet op ingegaan? Nou ja, het contact liep natuurlijk via uw mensen met mijn voorlichter. Dus er zijn wel veel contacten geweest, intensieve contacten zelfs. Maar die leidde op dat moment niet voor mij tot relevante nieuwe feiten. Het nieuwe feit zat eigenlijk pas in de uitzending zelf. Namelijk dat u erachter kwam dat ze geen patiënt was in het ziekenhuis waarvan wij allemaal dachten dat ze daar behandeld zou worden. En dat was het nieuwe feit waardoor ik ook in actie ben gekomen. Maar dat was in het voortraject verder niet duidelijk. Nee. Mevrouw Keshundayal heeft ook vaak geprobeerd om u te spreken te krijgen. Ja. Ja, helaas is dat niet gelukt. Ik vond dat heel jammer, want de heer Rozemuller, zoals ik hem uit de media zag, leek mij een heel open persoon. En vandaar dat ik dacht van, ja, hier kan ik. Dat heb ik vandaar ook geprobeerd. Het zou, stel, mevrouw had bij de PvdA gezeten en het was de heer Kok geweest, dan had ik wat meer schroom gehad, denk ik. Ja, maar het is u niet gelukt om hem te spreken te krijgen? Helaas, het is niet gelukt. Zoals ik het in de vorige uitzending noemde, waren er voor mijn gevoel erg veel poortwachters. Ik heb het zelf in augustus geprobeerd. Ik weet dat vooraf ook de Zwarte Vrouwenvereniging, het bestuur daarvan, het ook via Farah Karimi, een medewerkster van u, hebben geprobeerd. Dat was zelfs ruim voordat ik in augustus ermee kwam. Ja. Het is kennelijk moeilijk om u te bereiken. Ja, dat is in dit werk absoluut af en toe moeilijk. Excuses daarvoor, ik zeg dat ook maar uiterlijk. Dat is in dit werk inderdaad moeilijk. Je kunt ook niet iedereen die belt en naar je vraagt aan de telefoon krijgen. Dat is nou eenmaal een van de handicaps van dit werk. Maar het spijt me oprecht dat is inderdaad in dat geval in augustus niet gebeurd. Dus overigens de periode waar ik pas net geconfronteerd werd met het verhaal dat Tara Varma terminale kanker had. En de boodschap die u wel tegen medewerkers gezegd heeft, die is wel tot mij gekomen. Dus wat dat betreft. U heeft daar geen geloof aan? Nee, op dat moment moet je een keuze maken. Toen ik het 2 keer hoorde in de loop van het najaar van 2000... toen heb ik dat ook met Tara besproken. Ik heb het later nog een keer besproken. Maar ja, de offensieve wijze waarin zij zei dat het niet zo was, en wat moet ik dan allemaal bewijzen dat ik terminaal kanker heb? Ja, er zijn de afgelopen maanden zoveel mensen die ook tegen mij zeggen, ja, je gelooft toch dat een collega tegen jou zegt dat je terminaal kanker hebt? Dat is toch een hele logische situatie. Maar dat van die financiële problemen wist je al wel langer. Ja, maar op het moment dat ik daarvan wist, heb ik ook gelijk actie ondernomen. En wanneer was dat even, alle duiken? Nou, de kwestie van beslaglegging op het salaris van het Kamerlid, dat speelde rond de kerst. En direct daarna ben ik met haar gaan spreken over, je moet iemand in dienst nemen die je administratie op orde brengt. Want dat was dus door die ziekte, of zoals wij dat dan op dat moment wisten, was dat dus één puinbak geworden.
Dat is niet zo heel erg gelukt, mag ik concluderen, naar aanleiding van de laatste berichten. Even ingaan op de berichtgeving van afgelopen zomer. Via haar advocaat heeft mevrouw Singh Pharma de media het een en ander laten weten. In eerste instantie was dat ze wel kanker had. In tweede instantie was dat ze nooit gezegd had dat ze kanker had. Ze zou een posttraumatisch stresssyndroom hebben. Ze hoefde de Ninas niet te betalen, want ze had geen beloftes gedaan. Vervolgens had ze de Ninas al betaald, maar onder een andere naam. Zo buitelen de berichten over elkaar heen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk ongelukkig. Het is natuurlijk ongelukkig. Het zijn dingen die voor een deel ook strijdig zijn met elkaar. Het typeert denk ik ook de verwarring waarin zij zit. Ik bedoel, ik ben niet degene die daar een diagnose ook over kan stellen. Maar ik weet wel dat ze nu onder behandeling is van een specialist. Daar blijf ik dus verder ook buiten. Ja, dat is wat ik ervan kan zeggen. En over de periode daarvoor, voor uw uitzending, die mij dus in actie gebracht heeft en die daardoor ook leidde tot, nou ja, feiten die tegenstrijdig waren en van ons uit ook het verhaal, ze heeft geen terminaal kanker. Ja, die periode en de periode daaraan voorafgaand probeer je gewoon zo gewetensvol met een collega om te gaan, zoals dat ook hoort. En er zijn mensen die zeggen van, Als u nu hoort dat er zoveel geld schuld is en dat ze dan weer andere mensen beschuldigt van het gebruik van haar bankpasje, wat denkt u dan? Ja, dan lijkt mij dat dus absoluut niet te kloppen. Ik bedoel, dit is iets wat ik ook weer vandaag hoor, hoor. Dus wat dat betreft buitelt het een beetje over elkaar heen. Dan denk ik, dat lijkt mij niet te kloppen. Maar ik ben niet de eerste die daar mij nu nog weer mee moet gaan bemoeien. Ik heb me natuurlijk de afgelopen periode verantwoord over de wijze waarop ik er zelf met mijn partij GroenLinks mee om ben gegaan. Het was een bizarre, persoonlijke, met een politieke kant, drama. En je kunt daar natuurlijk kritiek op hebben, maar ik hoop niet dat u ooit in de omstandigheid komt te verkeren om zoiets. We vergeven allen, maar als u nou terugkijkt naar uw verantwoordelijkheid als fractieleider en het feit dat u een aantal maal bent gewaarschuwd, ook voor de financiële kant, dus even los van de ziekte, de financiële kant, vindt u dan achteraf dat u het goed aangepakt heeft? Nou, je draait die film een x-aantal keren terug. Dat heb ik ook de afgelopen weken een paar honderd keer gezegd. En terecht overigens. Want je kijkt waar je het anders had kunnen doen, maar met betrekking tot de financiële kant heb ik gelijk ingegrepen op het moment dat dat moest en dat hoorde ook zo. Met betrekking tot de ziekte heb ik haar inderdaad op haar woord geloofd, ook toen ik die geruchten kende. En op het moment dat er... Dus u zou het niet anders gedaan? Ja, dat weet je niet. Hè. Ik bedoel, ik denk niet, er is kritiek mogelijk. Maar als ik zou zeggen, ik had het in februari moeten weten, dan had ik in februari ook het vertrouwen in een collega moeten opzeggen die zei dat ze nog een paar weken of een paar maanden te leven had. En het is niet, het gaat niet om hoofdpijn, maar het ging om terminale kanker. En ik heb haar op haar woord geloofd. En ja, dat typeert ook een beetje omgangsvormen die we er in de politiek volgens mij hebben na moeten houden. En die we in ieder geval in GroenLinks erop nahouden. En even, nogmaals, mevrouw, het is zo eenmalig en zo absurd, mevrouw, dat ik niet hoop dat het nog een keer gebeurt. Mevrouw Kishundaryal, wat denkt u? Er wordt nu gezegd, Tara Singh Pharma is geestelijk ziek en we moeten medelijden met haar hebben. Ja, er zijn de afgelopen anderhalve maand in de media vreselijk veel pseudopsychotherapeutische talenten opgeborreld, zoals ik heb mogen constateren. Iedereen wist op basis van kleine feiten, halve feiten, toch altijd weer een analyse te geven. Ik heb daar met verbazing naar zitten kijken. Ik ben er geen. Ik wens er ook geen te worden. Maar wat ik wel weet is uit, noem mij een ervaringsdeskundige, op basis van wat ik van Tara gezien heb in het jaar dat ik haar gekend heb. Meneer Rozemuller, zou ik het toch ernstig willen waarschuwen. Er is meer aan de hand dan alleen maar ziekte. Er zit boosaardigheid in en er is heel veel manipulatie. En ik verzoek u, blijf alstublieft alert. Bedankt voor het gesprek. Dank u wel. Mochten zich belangrijke ontwikkelingen voordoen in de zaak Singh Pharma, bijvoorbeeld in het justitiële onderzoek, dan zullen wij die u uiteraard melden. Dit was Opgelicht. Op 5 oktober aanstaande trappen we af voor een nieuw seizoen vol grote en kleine zaken in en buiten Den Haag. We hopen dat u kijkt. Tot 5 oktober.